moordig voor jou. Ja, morgens moet je ook niet gaan eten, hè? Ik weet dat je nog meer aan wil komen, maar... Ja, die zit echt wel op de spengels. Ik weet het al. Ja, die heeft shit in de airfryer gedood. Dat weet ik nu wel. Let's go! Oh ja, dat heb ik niet. De mits is echt net naar beneden gelopen. Oh. Ja, jammer. Leon, Mac. Oh, imposter, jongens. Oh, oh shit. Ja, wat is dit? Wie dit heeft het is Jim. Waarom? Het is Jim. Jim? Waarom? Omdat... Heb jij een kanker bij Kim al? Hoe is dit? Binnenbak? Ik zag Jim venten. Nu net. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, okay. Ja, ik geloof je. Maar we geloven allemaal Perry. Iedereen gelooft Perry. Gaat Jim Veld of niet? Gaat iedereen op Jim vermoeden? Wacht even, gewoon even een vraag. Heeft iedereen Skipfold gedaan of heeft iedereen op Jim? Ik heb op Jim gevoten. Ik heb Perry gevoot. Vote purple. En dan... Iedereen heeft Jim gevoot. En dan Jim. Ja. Ik guess dat ik Jim vote. Als dit een taai is. Fucking keeper. Als ze nou ook echt nog verwisselen, dan komt het ook wel. Oh my god! Hoort de keeper niet op me? Oh, dat is alleen maar een... Jongens, we moeten in een andere server. Jim wil me hier niet hebben. Ja, dat kan ik begrijpen. Caroline, Marley, welkom in de kookstudio. Kijk, ik heb jullie uitgenodigd. Heerlijk voor ons koken, want het kan niet dat we goed hebben. Zelf vers, ja. Ik ken heel goed koken. Ja, maar niets is minder waar, want jullie gaan een kookbattle doen. Een battle? Wat? Jullie gaan tegen elkaar battlen. Tegen elkaar? Ja. Oh nee! En ik ben de jury. Top, top. Oké, okay, lucht high five. Ja, uit deze gerechten kunnen jullie zo meteen kiezen. Nou, zo meteen. Het zijn allemaal quick and easy gerechten. Dat is makkelijk. Gelukkig. Ja? Ben je een keukenprinses? Als ik tijd heb, vind ik het heel erg leuk. En als ik geen tijd heb, dan moet het ook wel echt heel makkelijk voor gemaakt worden. Ja, dus dit. Ja. En jij? Wij kiezen thuis best wel vaak voor vegetarische gerechten. En ik ga ook zeker voor de quick and easy. En dat is zo fantastisch, hè? Want zo leven ze zo goed te eten. Als je denkt van, nou, mijn kind eet niet zo lekker, laat ze meekoken en dat kan met HelloFresh. Kut, G, die was aan het vechten. De oudste, die is... Ja? Dat zal dan wat voor zijn. Nog commentaar. Oké, het zijn Captain Bone en Patty. Nee, het was... Wie? Ik klik de kanker op E. Nou, oké. Ja, die ene die... Nou, dus het is eigenlijk een kutje. Ja, die was aan het venten. Hi. Dus toen heb ik gewoon naar iemand gekild omdat ik wist dat het fucked was. Okay, ik klikte per ongeluk op E en toen vent ik. Ik wou saboteren, alleen ik stond op een vent. Dus ja, fuck ook. Ik wou weer de lights doen, alleen toen sprong ik in de vent en toen dacht ik al, kut. Maar wat was die bullshit ook met Jim, jongen? Ja, fuck, buddy, holy shit. Dat was echt grappig. Nee, dat was echt kankerbullshit. Dat is echt niet grappig, gast. Oh, wat? Ik ben echt schrikker. Oh, dat is mooi. Ik ben met racism en...
Ja, ik luurde iedereen gewoon naar electricity toe, want ik had namelijk iemand helemaal in weapons gekild. Dat is echt een stupid ass round, bro. Wat zei je? Dat het echt een domme ronde was. Inderdaad. Ja, maar ik klik ook per ongeluk op één dan ook gewoon, want ik wou saboteren. Dat was zo retard. Ja, eerst dat met Jim en dan word jij zo gepakt. Ja, event. Ja, en nu wil Jim, ja, vote maar op mij, vote maar op mij, doe maar. Ik zou Ferry betten, iedereen op Ferry. Jongens, vote puur op Jim, omdat hij mij terug wil pakken. Vote puur op Jim. Nee. Ja, vote op Jim. Het is mij wel weer duidelijk. Oké, wat doen we nu? Dit ben ik natuurlijk. Doe gewoon wat, jongens, doe gewoon wat. Waarom is... Ik heb sterft aan de zon. Oké, wie... Waarom, wat... Wouter, vote Perry. Hij verdient het. Nee, Wouter, vote gewoon wat. Vote gewoon wat je voelt. Weet ik ook niet. Jim is het zo Oh, weet ik oh, nee, dat is zo slecht. Ja, het is Perry. Hoezo vind ik het? Ja, Perry is het, ja. Ram die knop in. Ik heb Mappy scan, Mappy! Oké, laat... Oké. Ik heb toch een mapbase scan? Kom. Nee, ik zag iemand killen. Ja, jij lult, je bent dood. Nee, ik leef nog gewoon in mijn muur. Like, gaan we Jim revenge of gaan we Perry allemaal volgen aan de mapbase? Nee. Ik had vorige keer had ik gewoon gelijk. Hij was nog beter dan die is. Kill Perry. Jim, skip vote. I guess. Skip vote. Skip the vote. Ik heb gewoon randoms geklikt. Dankjewel jongens, dankjewel. Allemaal echt, allemaal piemels in jullie reden. Ik heb een medbase scan, volg mij maar gewoon, ik heb een medbase scan. Doe je mic even uit. Welke retard? Welke retard? Waarom? Wie is zo retard? Ja, ik heb gewoon niet die code ingevuld, dat lijkt niemand kwam. Ik kwam daar echt net, het was toch geen daar. Ja, weet je wat de eerste ronde gaat gebeuren voor de ronde? Ja, Jim. Oh nee. Gaat toch niet gebeuren. Als je dat nog een keer probeert, dan ga je er weer uit. Ben je wel gemute? Ja, dat is Jim gedaan, wat denk je? Ja, kijk, Jim is een beetje butterd, hè? Beetje butterd. Ja, een beetje butterd, hè? Beetje butterd, hè? Butterd. Wat? Ja, die tweede keer, ja. Nou, Jim, stop maar weer. We weten dat je mentaal 12 bent. Jim. Waar ging je met jou weg, of... Ja. Ja. Hou nou eens op, joh. Het was echt zo stupid gewoon. Hier komt het Perry als iemand die niet wil wat je doet. Oké, Rob. Nou? Nee, je gedraagt je als een kind. Het is nou onder. 15 seconden. Ja. Ik ging naar die man van waar we van iemand OT fixen. En toen liep ik naar de cafeteria en 4 mensen gingen naar onder. En echt 3 naar boven of zo.
En echt niemand ging in admin. Niemand. Dus ik heb holy shit. Ik ging naar boven toe. Ik dacht zo van, oh ja, ik zie zoveel mensen naar beneden. In die tijd gewoon aftikken. Echt waar, holy shit. Ik vind het echt zo dom dat sommige mensen gewoon niet die sabotage proberen te fixen dan gewoon. Nee, ik zocht hem op. Ik kon niet vinden waar het was. In admin. Ja, dat wist ik toch niet. Je ziet toch die gele pijl? Nee, dat weet ik niet. Ik ben geen aap. Je hebt letterlijk een fucking kuil die er naar wijst. Wat? Oh shit. Is iedereen er trouwens? Yes. Voor mij is Perry er niet, de match ook niet. Ik ben er wel, maar ja, ik mag niks zeggen van Jim. Nou, dan start ik gewoon. Ik weet niet of Patty er is, maar... Ja, die... Nou, die zal zo wel komen, denk ik. Ja, gewoon start. Ja, anders zie ik maar wat later. Eigen schuld. Hij rent toch gewoon rond. Ja. Het is Morris! Ja, klopt. Emergency meeting. Het is Perry! Het is Perry! Nou, zeg. Nu al. Jok me dood. Oh, echt. Fuck jou, Perry, holy shit. Waar is Perry gedeeld? Echt, echt, dat heet Karma. Holy shit. Karma. Hij denkt nog iets. Je hebt weer wegfoten. Nee, dat kan wel iedereen wat hebben gedaan, hoor. Ik, inderdaad. Ja, wat? Jim wou gewoon revenge op Nee, maar kijk, ik weet dat... Ja, ik wou het wel, maar ja, helaas, doe ik het niet. Wat heb ik gedaan? Wacht even. Het is dus iemand die wel denkt van, oké, als ik nu Perry kill, dan kunnen we gelijk Jim blamen. Ja, of ja, dat is echt Robin, dat is echt Robin. Nee, what the fuck? Ik heb letterlijk net de spaceship met zo'n gekke mathematic lijntjes op elkaar gezet. Ja, ik hoor dat je stem, laat maar. Maar dat maakt niet uit. Okay. Jij bent met Maurice, ik was de task aan het doen en Maurice stond gewoon achter mij te kijken. Ja, en nu gaat hij mij blamen, jongen. Oh, Robin, jongen. Ja, waar kom jij vandaan dan, Maurice? Ja, ik ben een grapje gehad. Nee, ik dacht echt niet dat jij het bent. Ik heb toch geen flauw idee gehad, ga gewoon skippen. Ik heb met B, dus. Ik heb ook nog met B, trouwens. Nou, laten we gewoon skippen. Of kijken voor met B, ja. Iedereen naar met B, ja, goed idee, ja. Ik dacht dat ik hem had. Wie zoekt de boom? Ik. Het is Edson Mouwit. Let maar op, let maar op. Bij deze Mouwit. Oh ja. Nou, ik denk dat het Robin is, want Robin zei dat hij met scan had. Nee, ik heb insert samples. Ik heb insert samples, my bad. Maar ik had een task in met B, daarom zei ik gewoon dat ik met B had. Maar ik heb insert samples. Perry zat lekker te scan. Ik wou daar op drukken, maar kom niet. Jullie mogen mij letterlijk allemaal volgen en een taak zien doen, dan zien jullie de goede meter wel vooruit gaan. Ik heb geen scan, maar ik heb die samples, my bad. Ja, dat zei ik vorige keer ook op de laatste ronde, maar dat was ook wel. Wie heeft Kipo gezien, bro? Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Ik heb Kipo wel gezien. Ik ook. Ik heb hem op de camera's gezien. Was de hele dag bij zijn boys. Wie is Kipo?
Jordi. Dat ben ik ook niet eens, maar Jordi. Dat is niet belangrijk. Oh, oké. Okay. Oké, dan gaan we gewoon een skip over zo. Ja, ik denk ook, maar ik denk ook maar wel op. Het is ik en Neon Nex zijn sowieso safe, want wij hebben allebei de scan gedaan. Daar waren wij bij, toch? Heb ik ook wel gezien. Yeah. Ik was er ook bij. Hé hey, jongens, backneck, doe dus niet. Ik ga me even foto. Markje. Ik taf Prevo, de fuck ben je niet weg. Kleine vriend, heb jij. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van een nieuwe koers. Vandaag ben ik in Bergen op Zoom, waar ik langs ga bij Jessica, die door de coronacrisis heeft besloten om te stoppen met haar bruidsboutique. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal en naar haar toekomstplannen. 6 jaar geleden ging Jessica's meisjesdroom in vervulling, een eigen bruidswinkel. Ik heb mijn vermoedens. Ik dacht het al, want hij is een type. Robin, wij weten niet met Jordi had een toetsen voor gehad. Ja, inderdaad. Ik denk dat het Maurits is. Robin, ja, ik denk dat het Maurits is. Het is Maurits. Ik heb het fucking niemand gezien. Dion, luister even. Dion, waar lag de body? In Electrical. Electrical? Luister de body. Ja, bij de lichten. Robin, het is Maurits toch, want maar ik liep er echt net naar binnen, en ik heb niemand gezien. Ik heb alle tasks gedaan. Ik heb geen intel. Gaan we niet gelijk foto's? Wacht even, ik heb alleen dit. Ik vond het heel suspicious dat Jim uit Mad Bay komt. Omdat het gaat alleen naar Mad Bay om Mad Bay scan te doen of samples. En je hebt daar een vent. Ja, precies. Daarom vond ik het suspicious. Ik denk dat Jim gewoon gevent heeft en dan naar Mad Bay is gegaan. Dan. Nee, ik heb Jim wel gezien. Wanneer heb je Jim uit Madbay zien komen dan, Wouter? Aan het einde van de ronde? Dat was een hele poos geleden al. Oh, ja, dat, nee, zeg maar, ik liep naar de button toe. Ja, eigenlijk het is wel redelijk een stukje geleden. Ja, oké. Dat bedoel ik. Maar ik check gewoon even alle rooms. Ja. Oké, dat valt te begrijpen. I mean, Morris was altijd bij me, maar hij liep me de dag na en ik heb de taakjes niet doen. Ik zag jouw test doen. Neonek en ik zijn het sowieso niet, want wij hebben allebei scans gedaan, onthoud dat gewoon. Morris liep me de dag na, ik was echt bang voor hem. Ja, Robin, je had me ook een scan zien doen. Robin, je had me ook een scan zien doen bij MadBay toen. Weet ik niet meer, Wouter weet ik wel. Neonek en ik zijn de enigen die MadBay gedaan hebben. En Morris heeft me allemaal tests zien doen, dus... Ja, Robin, wij kwamen link aan, hé.
Wij kwamen links onderin aan, Maurits was die tijdens kan doen, ik zag helemaal niks verder gaan. Toen deed jij ja, Maurits. Voor Maurits. Ja, dat waren wires, dat hoeft niet. Like, dat waren, maar ik vind het sowieso dat raar dat Maurits alle tasks gedaan heeft. Ik heb Maurits gefokt, maar ik heb al mijn tasks gedaan, ik heb alleen nog die pijltjes. Hou ik even in de gaten, please. Ik blijf gewoon bij jou, Robin. Ja, Wouter en ik zo wel. De hulp heb ik gekregen van de accountant en van Credits, dat is de financieringsmaatschappij. Wat zijn dan de stappen die je neemt uiteindelijk in eigen zaak? Op zoek naar een kans, dat vooral, en ja, dat je binnenkwam als ik dat niet. Als er 3 maanden geen nieuwe klanten binnenkomen, dan de maand is zo voorbij. Ja. Dus dan heb je zoiets van ja, en nu? Ja. En bruidsmode is wel een branche wat sowieso lastig is, waar je net in rond kan komen. En dan denk ik, ja, dan kan ik wel doorzetten, maar ik kan beter zeggen van tot hier en niet verder. Ja. En dat ik al mijn bruiden recht in de ogen aan kan kijken, zo van dit gaan we doen. Ja. En ik ga ervoor zorgen dat jullie allemaal netjes nog de deur uitgaan. Ja, want hoe heb je dat aangepakt? Op een gegeven moment dan besluit je dus om in januari te stoppen. Ja. Dus je zit er nog een tijdje even. Ja. Maar ik neem aan dat is omdat je nog wat afspraken hebt staan. Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb dan een post mee gelopen en ik ben echt het weekend weggegaan in mijn eentje en het besluit genomen. Ja. En toen dacht ik van ja, ik moet wel kenbaar gaan maken. Maar ja, eerst mijn bruiden, die moeten als eerste weten wat er gaande is. En dat is niet via social media. Oké, okay, ik heb Pink zien venten. Nou, dat vind ik knap. Ja, nou, er waren 2 mensen in aan de linkerkant en toen ging ik eentje naar die fucking stores of zo. Jij kwam wat met mij, of niet? Als het gym. Nee, ik was eerder bij Wouter en zo. En wie kwam eruit? Wie kwam daarbij? Wie kwam eruit? Roze. Ja, ah, oké, okay, knap man. Ik ben er serieus niet, maar je mag mijn foto's niet geloven. Nee, laat ze gewoon niet foto's. We hebben het 8, man. Ja, maar ik wil heel veel test doen, dus ik hoop dat mensen mij zometeen gaan volgen als ze klaar zijn met test. Ik ben helemaal klaar. Ik wacht alleen maar. Ik nog niet, ja, maar ik nog niet, maar ik durfde niet alleen te gaan, want als, ik ben confirmed innocent. Nee, ik zag ook niet de mensen. Dus dan word je opgejaagd. Dat ga ik niet doen. Ik heb mij aan, ik heb nog geen test. Ik heb geskipt. Ik skip ook. Nee, ik foto even maar wat voor de zekerheid. Ja, doe maar. Ik weet op wie het is, en heb ik net een foto. Dat is Maurits. Dat is Maurits. Ik heb ook heel veel gevoel dat het niet. Ik heb mijn kankerscooter daarop dat ik het niet ben. Ja, oké. Nou, die krijgt toch weer van je vader, toch? Of niet? Ja, ik wil een scooter wel hebben. Dat is goed, maar helaas, want ik ben hem niet. Soort jurk bij. Ja. Dus door alleen maar te vragen, krijg ik al een beeld. En dan hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over de jurk gehad. Nee, precies. Maar, oh mijn god. Ja. Dit is wel een prinses. Dit is echt prinses. Hij is ook zo, oh joh. Oh, hij heeft ook een hele sleep. Ja, dit wil ik aan. Ja. Maar ik heb er nog één voor je. Echt? Ja. Ja, dit is nog meer prinses dan die andere. Ja, ik ga we die ook doen. Oké, ik vind het echt heel leuk. Ik heb je zin in. Papa! Nou, wat zie je mooi. Ik had er bijna in de zin. Oh, dit is mooi. Wow. Oh, ik ben er best wel een beetje stil van. Ik vind het wel zwaar ook hoor. Ja, zal ik ook niet laagjes. Ja, het is wel echt prinses. Oké. Dit is iets te prinses, maar wel echt fantastisch.
saying yes to the dress. Yes! Yes! Yay! Nou ja, dit is voor mij toekomst. Straks is de winkel voor jou het verleden. Kankdok. En ik zei het toch. Er ligt een dead body in met B, maar ik kon hem niet reporten. Oké, ik wil alleen zeggen, de enige mensen die met mij waren, waren ik, Patty, Like Kudgy en Neil Neck. Dus dan is het Jim Boner en Pieter. Ik verdacht Jim ook. Gaan we voten? Ze hoeven alleen een double kill te maken. Het is sowieso Jim en Pieter. Wij waren eten met z'n vieren samen, toch? Tot rust komt, snap ik. Of niet? Ik zal in één klik voorbij komen, maar goed. Is mij voor prima. Ik vote Jim. Ik heb Jim. Ik heb ook Jim gevoot. Ik heb het wel heeft toch gezien. Wat doen jullie, guys? Als het geen Jim is, dan pas ik mijn broek voor, hè? Ja, dat weet ik. Ah, pak jou, Jim! Ja. Wat doet dat met je? Heel veel. Het is ook heel, dat is ook heel heftig geweest. En ook toen ik het naar mijn bruid heb bekendgemaakt en op social media stond. Ja, dan dat doet heel veel met je. Ja. Heb je veel gehad aan de mensen om je heen? Wat vond je familie daar bijvoorbeeld van? Ja, kijk, daar spreek je natuurlijk continu mee. Dus die weten wel wat er gaande is. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk ook wel mijn beslissing kenbaar gemaakt. GG boys. Vooral mijn kinderen die staan er dan voor je klaar. Die zijn nu voor. Het is al voorbij hoor. Ja, die komen dan ook wel van mama. Het was gezien, ja ik heb mist. Oh, je bent heel gek. Ja. Allemaal. Ja, maar kijk, daarom zei ik ook Jim, want waarom de fuck was je toen in met B? Hij had zo'n stroomlopen. Waarom doe je niet? Je hebt niemand gekillt, je hebt niemand gesabotaged, je hebt geen boeren. Hij heeft mij gekillt. Ik dacht dat Dion innocent was, want Dion die liep gewoon naar Thijs terwijl er echt niemand om hem heen was. Toen ik zei dat hij uit Mad Bay liep. Ja. Liep je uit Mad Bay nadat je iemand gekillt had? Ja, tuurlijk. Want niemand komt dan met je Mad Bay, ja, ik wist het. Oh, kut, even stap een excuusje maken voor jou, moest even checken of geen body lag. Ik had echt al het vermoeden dat Jim het was toen Jim achter mij aanging. Je stond echt bij die vent en ik was uit de upload ofzo. Dus eigenlijk had iedereen in het begin al gelijk dat Jim het was. Ja, iedereen van, hey Perry is alleen, ja, fuck jou Perry, lekker 10 minuten dat ik hier wacht. Wacht, was dat deze game? Ja. Wat? Het voelt al zo lang geleden. Yo, dit is ik helemaal lang, gast. Ja, maar Dion, je had ook niet moeten kunnen gaan. Dat komt omdat we hebben letterlijk alle tests gedaan. Dit is letterlijk een van de eerste keren dat we gewonnen hebben door alle tests te doen. Dion, ik heb het licht uitgedaan. Ik heb alle uren die gedaan. Ja, ik wou niet licht al doen, maar toen deed jij het al de hele tijd. Ja, hoeveel heb jij betaald van die wall? Ik begrijp niet waarom de hele tijd lichten. Voor mij 2 euro nog wat. Licht is best wel veel. Echt, wat 2 euro? Ja. Mitch alleen maar ook be like. Ja, ik zag Pink Vent, het is Pink. Ja. Ja. Uit de vond. Pink Vent spelen. Jawel, dat heb je wel gezegd. Nee, dat zei Maurice. Alleen, ik zei dat. Alleen als je dood bent, hou dan ook je kankerbek. Dat is niet moeilijk. Ja, inderdaad. Ja, ik zei het toch. Ach, hou alsjeblieft op. Wie zei dat? Ja, fucking Morris. Nee, Maurice. Games. Ja. Deze was diep waar. Ja, ja, ik hoorde, ik zat echt te kijken, Jordi ging echt dood en in één keer hoorde ik op zijn toetsenbord. Ja, inderdaad, Jordi had het typen. Ja, ik zei XD en toen reageerde jij daarop, het was echt, instant hoorde je dat je dood was. Ja, ik ging echt gelijk zoeken voor een body toen ik dat hoorde. Maar ik had al Pitaco, de moordenaar, al. Ja, nou, ik zat een beetje rond te zweven. Ik had niet verwacht dat Dion het was. Ik had echt niet verwacht dat Dion het was. Ik zag Dion, ik zag Dion echt heel diesel met Dion aan het communiceren en ik heb ik heb het gevoel alsof ik de enige impost had. Rob, Jim. Ik had dat ook toen ik met Dion echt naar imposter was. Want ik had echt 2 kills gemaakt en Dion zat gewoon een beetje rond te huppelen. Ja, ik zag je ook nodig, joh. Ja, ik heb alleen Maurice gedood. Ja,
Dat is het enige wat ik heb gedaan. En toen was hele game lang gewoon ja, even alibi maken en dan gewoon met iemand kunnen killen, maar ach. Oh kut, ik ben nog niet ready trouwens. Jawel. Hold the fuck up. Mutje meet jongens. John is niet ready. Dikke rif! Ik was met Juri en Purry. Ik denk dat ze door is, ik loop daar in het midden en dit loopt die juiste man ook net. Wacht, Robin heb ik net gezien. Ik zat in Electricity met Dr. Bone. En daarvoor was ik met Neil Neck ook. En alleen Neil Neck liep weg. En Dr. Bone kwam erin. En dit. Ik heb helemaal niks gedaan. Wacht, wie waren bij ons? Wie was er nog meer bij ons? Wacht. Jim en ik liepen... toch net? Ja, er was nog iemand bij de cockpit, zeg maar. Ja. Ik. Als jij. Ja, maar jullie gingen al weg. Ik had twee dingen. Ik had die files uploaden. En die andere, die... Wat is die andere ook alweer? Je bedoelt wires? Nee. Oh ja, dat je dat raketje moet trekken. Van de ene kant naar de andere kant. Die is inderdaad wel daar, maar... Ja, die heb ik gedaan en toen moest ik nog files uploaden. Maar gingen jullie gewoon weglopen. Nou, fuck jullie. Ik moest bladeren in een... Is er Robin groen toch? Maar Robin is naar boven gelopen, dus waar lag Bonnie? Naar boven. Oh, hij is naar boven. Die lag naast de admin. Ik was mijn test gaan doen. Daarbij midden in de gang gewoon. Ja, midden in de gang. En ik zou, ja... Ik weet dat Jim en Jordi het waarschijnlijk niet zijn. Want... Wij waren buiten. Ik denk ook niet dat het geel is. Oh. Was van mijn electric. Ik was ook in electric met Dr. Bone. Jij zag mij daar toch staan. Ik zag Wouter nog langs lopen, ja. Ja, het is Wouter. Spotte ding. Waar was Mitch? Ach, is Tony Petty? Want die hebben we nog niet. Ja, waar was Mitch? Ja, die hebben nog niets gezegd, hè. Naam op deze map. Wat was je aan het doen? Ja, ik was power steering. Wat? Power steering. Ja, zeg maar dat je dat... Ik dacht je zei, ik heb pauze. Ik heb pauze. Nee, ik heb geen pauze. Skip. Maar ik denk... Wouter en Dr. Bone die geven elkaar wel een alibi. Dat is een beetje suspicious. Ja, inderdaad. Jeroen gaf ons ook een alibi. We liepen langs Dion. Dion stond letterlijk midden in electricity gewoon stil te staan. Maar Dion is brein. Ja, ik wou net zeggen. Dat doet Dion wel vaak. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, boah. Oké. Mag ik even vragen, Perry, met wie liep jij? Jordi en Jim. Was Pink ook bij jullie? Nee. Oké, Pink was in één keer in de fucking electrical. Terwijl ik... Nee, en je ging de deur sluiten toen ik net eruit was. Terwijl je de deur sluitte. Ik had twee tests kunnen doen, ik was fels aan het uploaden. Nee. Rechts of links? Ik vond... Die niet bij denk ons, ik dat jij het bent. Inderdaad, ik denk dat het Dr. Bone is. Ja, het is Dr. Bone, hij heeft ik de vent gebruikt. Ik liep die dinges binnen, toen was hij er niet achterin.
Toen ging ik naar achter om die lights te doen. Ik ging terug en hij was er. Uit. Je moet even gevent. Ik heb niet gevent. Maar je mag mijn foto als je nog gevent. Hij lag links onder bij shields. Ja, maar als jij links niet was, dan vraag ik. Was nee. Links onder shields. Links onder shields. Ik weet niet welke kamer dit is. Zeg maar. Wat? Waar heb je het over? Tussen opslag en shields. Ja, dat is electrical. Nee. Ja, leuk. Ik liep daar naar binnen langs jullie, toen ging het licht uit. Nou, ik zag jullie twee. Waar kwam je vandaan dan? Waar kwam je vandaan? Ja, want dan moest je met hem lopen en dan was je dus niet. De bovenste engine room. Bovenste engine room, oké. Je liep niet met hem. Nee, ik liep alleen. Ik loop altijd. Nee, maar als hij van links kwam, dan is hij het niet. Want hij ligt rechts van storage. Ik kwam serieus van links. Maar waarom ging je niet naar de lights toe in plaats van naar je fucking task toe? En hoe de fuck heb je twee tasks gedaan? Heb je twee gedaan? Ik had twee in electrical. Ik zag jullie twee. Oké, ik geloof dat het Dr. Bone niet is. Als hij van links kwam, dan is hij het niet. Want iemand... Wie kwam van rechts? Het zit... Storage. Storage... Van rechts als laatst bij ons dan. Ja. Volgens mij Wouter. Ja. Huh? Ik heb Wouter niet gezien deze keer. Maar wie de fuck heeft die deur dicht gedaan? Bij mij dan. Er ging een deur dicht bij electrical. Dat vind ik suspicious naar Maurits. Ik weet niet of ik een deur open dicht doe. Ja. Lastig, nou, ik blijf gewoon bij Jim en joh. Inderdaad. Ik heb ook trouwens een mette. Oei, die wordt... Volgens mij heb ik... Oh, dat was niet Dr. Boom! ...gezien, volgens mij... Nee, niet! Ja, I'm back, ik ben dood! Mits. Mits, inderdaad. Mits en Walter. Ik denk dat het Mits is. Mits en Walter, denk ik. Hoezo ik dan? Nou, volg maar. Ik heb je echt de hele game niks zien. Ja, omdat je anders wel een beetje jezelf meer zou verdedigen. Het enige wat ik net heb gedaan, is ik ben jullie gevolgd. Ik ben Maurice gevolgd, ik heb gekeken of hij Madbase kende in. Hij deed Madbase kende. Ik was met jullie samen. Ik ben nou echt al de hele tijd bij die, zeg maar, onder power steering heb je zo'n kamertje links, zeg maar. Ik ben heel slecht in de map. Ik stem op Mets. Ik ook. Ik waag het gok. We hebben niet echt veel keus. Ja, Kipo is suspicious. Oh, de hele dag. De hele dag. Neon Neck ook. Oh, dus Neon Neck, hè? Ja. Verraden. Oh! Nou, weet ook gelijk wat moet doen. Jongens, ik ben net de... Kipo is Ik heb mezelf weer gemaakt. Hallo, oké. Hallo. Iedereen leeft nog. Gaan we gewoon foto? Maar voor mij is het niet onwek, want hij was echt letterlijk bij mij toen de lights out waren en hij killde mij niet in de map B. Ja, je zag mij ook gewoon aan het testen. Dat ook. Ik vond het eigenlijk gewoon dood omdat hij in één keer in het donker zag ik niet onwek om afkomen. Toen dacht ik van, ik weet het niet. Maar toen was ik niet dood, ik dacht van, oh, maar misschien kon hij mij niet killen, dat kan ook. Brat. Volgens mij had hij wel... Nou, die timer had je. Oh nee, hij heeft niemand gekillt. Nee, okay. 10 seconden is dat toch? Ja, oké. Nee, 10 seconden is alleen als het potje begint. Wat nou als het Maurice is? Dan is het de keeper. Ik heb de Madbase scan gedaan, jongen. Oké.
En ik heb nog de schietdingen heb ik ook, dus... Dan is het misschien Wouter. Ja, dat het is Kipo. Ik bedoel, like you could you. Ja, of Jordi is het wel. Nah, yes. Laat toch gewoon Jordi in de gaten houden. De kans is slim. Jordi, loop met ons mee. You mean? Ik woon mezelf, jongens. Oei. Oh. Suspicious. Suspicious. Ik hoor water ook niet gepaard. What the fuck was dat, Jordi? Wij werden ingesloten. Ja, wij werden ingesloten, Jordi. Ja, maar gewoon zwart. Je gaat met de pusher naar bed? Nee, dat lijkt ook zwart. Oh, naar dat potje. Ik vond niet zwart. Ik vond het ook op zwart. Ja, ik vond het zwart. Sowieso kan Trader volgens mij niet meer binnen. Ik vond maar gewoon zwart. Ja, Wouter zegt ook niet heel veel, denk ik, maar... Oh, goed. Jij weet dat ik niet ben, dus voor mij zo weg. Maar waar is Wouter dan? Hij zegt helemaal geen zak. Nee, ik was er. Oh. Bruh. Weet je wat sad was? Ik was als eerste dood en ik zag letterlijk Mitch Vent uit de vent springen. Ja, ik raakte helemaal in de stijl. Ja, ja. Ik zat in mijn map en ik dacht over, oh kut, oh kut, oh kut. Ik was gaan wegrennen naar de button en toen killde Mitch mij echt daar zo bij. Ja, kijk, het was gewoon kut. Ja, ik kwam in mijn hoofd van, oh shit, ik moet hem snel killen, hij gaat naar de button. Inderdaad. Wouter, waarom zei je niks? Omdat jullie konden elkaar allemaal verdedigen. Dus als ik zou zeggen van, ja, ik heb die task gedaan, dan zouden jullie maar alsnog helemaal gewoon weg kunnen tieven. Dus het had echt niks uitgemaakt, want jullie drie zaten toch al bij elkaar de hele tijd. En jullie konden... elkaar toch allemaal al en ik was de enige imposter nog over, zeg maar als ik... Ja. Ja. Alleen het is gewoon, Mitch die was de hele tijd weg van de groep, dat was gewoon niet slim van hem. Ik liep wel vaak mee met de groep hoor. Nou ja, daarom verdacht ik je wel, dat jij ineens weg was. We hadden allemaal... Ja, ik heb Mitch ook nog niet gezien. Wie heeft... Wouter, wie heb jij gekillt dan? Allemaal ben ik blauw. Ik heb iedereen. Ik heb Dion gekillt. Bitch. Arme Dion. Ik heb Robin gekillt. Wat? Ik wil rood. Nee, niet Robin. Ik heb Jim. Ga weg. Want Robin is gekillt door. Ja, Mitch. Door Mitch, omdat ik hem zag vent en ik wou de button drukken. En toen knapte. Mitch, geef mij even rood. Waarom ben ik. Hallo, waarom ben ik bruin? Hoezo wil jij rood? Hoezo? Ik mag toch gewoon rood? Nee, want... Je lijkt op een Rus. Gast. Dat is ook de bedoeling dat ik op een Rus lijk. Wacht even, Dion moet nog even terugkomen. Volgens mij is Dion gewoon... Nee, ik... Ik ga, yo. Ik moet gaan, jongens. Yo. Oké. Yo. Wat een Rusje. Mag even roken? Ja, dat mag wel, hè. Ja. Ja, dan ga ik in dat is allemaal een army maken van Russische leger. Dan ga je wappen, Ja, ja, ja. Dan ga ik in de wc. Oh, allemaal Ruskies. Allemaal Ruskies. Allemaal comrades. Oké, comrade. Ik vond wel erg fijn dat ik mijn revanche heb teruggepakt met Perry. Nee, maar Maurice, ik kon mezelf heel lastig verdedigen hoor, want alles wat ik zou zeggen zou fucking suspicious. Ja, ik ga wel. Nou, jullie zijn streken. Ruski, Ruski, ik heb dit dat is geen Ruski.